de boten bepakt. En vandaag is dan de dag aangekomen dat ik op pad ga richting de Noordkaap. Ik vind het allemaal wel spannend, maar ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ben Lammert en welkom op mijn kanaal. Nou, vandaag is het hoofdzakelijk snelweg. De eerste twee dagen sowieso. Ik reis straks Duitsland in. En dan neem ik de snelweg richting... mijn bedoeling is om vandaag ergens bij de grens van Denemarken en Duitsland te komen. Dus we gaan het zien. Ik zal de kleding aandoen en de helm op. En dan ga ik op pad. En dan spreek ik jullie... Straks weer op de snelweg in Duitsland. Tot zo. Hallo beste abonnees, beste kijkers. Nou, ik ben inmiddels op de Duitse autobaan, de 31. Ja, Duitsland is natuurlijk vanaf mijn woonplaats niet zo ver, dus ik ben redelijk snel in Duitsland. Ja goed, ik neem de route 31, dat gaat boven richting noorden, Leer, dan buigt die af richting Bremen. Vandaar van Bremen richting Hamburg, Elbetunnel. Ik hoop vandaag de Elbetunnel voorbij te gaan, maar daar zit altijd een drama. Maar goed, dat gaan we dan wel zien. Ik heb ongeveer 500 kilometer te rijden. Nou, even iets anders. Ik heb de GoPro. Het was een beetje meer op advies van een aantal HBD's die een reactie hadden geplaatst onder een van mijn laatste filmpjes. Over de kijkhoek van de camera. Ik kan hem altijd op standaard staan. Standaard lens. En zij zei wel, je moet eigenlijk een bredere kijkhoek hebben. Probeer eens op... Wide of Superview. Het Superview heb ik vaak, en dat had ik ook al in de reactie gezet bij die abonnee. Een Superview, dan buigt de horizon zo, wat zo'n bol. Dat kan ik er wel uithalen hoor, digitaal. Maar ik vind dat niet zo mooi. Dus. Maar goed, ik heb hem nu op Wide staan. En dan ga ik vandaag, eind van de dag zien hoe het is geworden. Ja, het is vandaag trouwens nog heerlijk weer. Al zijn er wel weer wat wolken. Maar goed, ja, het is, ik had iets eerder al een week eerder weggewild richting de Noordkaap. Maar het weer is gewoon heel slecht in Nederland. En, ja, overal trouwens. Ja, ik heb gewacht dat het een droge dag is om naar weg te gaan. En dan gaan we het verder wel zien. Ja, wat ik in de intro zei, het zal hoofdzakelijk snelweg worden vandaag. Dus de film, deze video houdt dan ook wel redelijk kort. Want snelweg is niet het fijnste rijden. Maar goed, om ergens snel van A naar B te komen, dan is de snelweg wel beter.
Even een pauze. Het brandstof getankt. Ik weet ook niet of de vorige afname naar geluid gelukt is. Ik zag dat er ook een stekkertje er neer nog in zat. We gaan het zien. Het is nog aangenaam weer. Dus, ja, het rijdt lekker, maar 1,30 rustig. Ik ben nu vlak bij Bremen. Straks de afslag Bremen. Dat we de afslag Hamburg. Ja, we gaan zien hoe ver ik kom vandaag. Tot nu toe, het vermaakt me prima. Dus als ik een broodje op heb, dan even mijn benen strekken en dan gaat het weer verder. Nog een aantal kilometers dan een afslag richting Hamburg. In Hamburg. Het mooiste zal zijn dat ik in Hamburg de Elbe-tunnel een beetje goed doorkom, want dat is meestal altijd een drama. Dus, we gaan het straks zien. Het weer is nu wel goed. Het is, het is 19 graden, dat is wel ideaal, hier heb ik te doen. Hopelijk blijft het allemaal dit weer droog. We hebben de laatste weken en maanden nog regen gehad. Mooi rood asfalt hier. Volgende navigatie 91, dit wordt dan volgende afslag. Dit soort. Nou, eerste stal hier. Nou, de tweede stal. Geen idee wat er weer mis is. Goed, nou, de file gaat. Dat is gewoon een lange file. Ja, de Belbergspelen, dat was wel een stukje van 100 meter. Maar goed, alle twee baans moesten helemaal naar terug naar één baans. Ja, dat was wel een chaos. Nou, uiteindelijk, officieel mag je in Duitsland niet met de motor langs de file. Met het volgens mij, ik weet. Maar op een gegeven moment dat ik het zat en ik denk, ik ga het maar langs. Maar meer motorrijders. Dan schiet er denk ik wel een beetje op. Maar ik denk dat het al met al wel de kwartier heeft geduurd. Dat zijn we wel gewend in Duitsland, op de bouwstellers. Nu lekker gaat het een beetje op. Niet te hard, maar ik maak het hard met de korte erop. Maar het maakt snelheid. Een beetje afkoelen, want in de file was het best wel warm. Buiten temperatuur is nu 20 graden. Ja, het rijdt gewoon weer dan alles. Ja, jammer van de file. Dat hoort bij Harbo toch verwacht. Ik zat er door. Over een het rijden op de autobaan. Thank you.
staan nog in de file voor de Elbtunnel. Niet de Elbtunnel, Elbtunnel. Geduld is een schone zaak. Nu zo de tunnel in, de Elbtunnel. Goed, we rijden tot de A7. De 100 kilometer, we zijn er niet heen, maar dacht ik daar het zoiets meer past. Ja, even een benzinepomp nemen. Even de brandstof erbij. En dan even de trainers rijden, iets eten, iets drinken. Hey, hallo. Goed, ik ben op de camping. Maar goed, daar was ik al een poosje. Vanmiddag om 3:30, 4 uur dat ik hier was. Goed, daar staat de tent met de motor. Het is heerlijk weer. Het is wel frisjes nu. Maar vandaag was het dus 21, 22 graden. Nou, het is een leuke camping. Alhoewel, dit is dan de plek voor de tenten. Goed, net zoals je kunt zien, sta ik hier alleen. Het zijn allemaal vaste plekken daar. Seizoenplaatsen helemaal rondom mij heen. Nou, een mooi sanitair gebouw. Dat sowieso. Ja, we gaan eens even een stukje over de camping lopen. Trouwens, ik heb de GoPro nu op superview staan. Dan zie je dat de horizon wat bolt. Nou goed, hier zijn van die speciale hutten. Dat zijn ook motorrijders. Ja. Dit is familiecamping. Vooral zee, geloof ik. Ja, het ziet er allemaal wel netjes uit hier. Er is niks mis mee. Speeltoestellen voor de kids om te zwemmen. Dat is ook een stukje Kilmerland hier. Waar ze eventueel wat drinken kunnen halen. Pommes, bistro aan zee. Kilmerland. Nou, in de verte is nog een
Dat zijn allemaal speeltoestellen. Ja, dus... Zo, ik heb mijn haar nog behoorlijk in de war. Ja, vandaag heb ik dus ongeveer een 200... Nee, meer van mij weer 300 kilometer gereden. Ik zit nu net boven Hamburg. Het was mijn bedoeling om naar in Denemarken op een camping te gaan. Maar goed, dat is dus niet gelukt. Ik heb 2 keer een file onderweg gehad. En de eerste file heeft bijna een uur geduurd. 3 kwartier, een uur. En de tweede file, dat was net voor Hamburg. Voor Hamburg, bij de Elbtunnel. Ja, dat was ook weer met wegwerkzaamheden bezig. En dat heeft me ook weer een half uur gekost. Dus ja, ik ben 1,5 uur kwijt. En die 1,5 uur had ik net nodig om in Denemarken te komen. Of nodig, ik heb geen haast hoor, maar dat was mijn plan een beetje voor vandaag. Dus ja, goed, ik heb besloten om toch maar net boven Hamburg een camping op te zoeken. Het was tegen 1 uur of 3, 4. En ik denk, het is wel welletjes. En we zien het morgen wel. Dus, maar goed. Hier heb ik de wc, het sanitair gebouw. Nou, het ziet er allemaal goed uit van binnen, hoor. Er is helemaal niks mis mee. Ik moet toch even naar het toilet. Kinderbad. Ik weet niet wat er allemaal kleine badekisten. Ten slot. Goed, het toiletgebouw. Ja, het ziet er echt allemaal netjes uit. Het zal eens nog even een stukje naar voren lopen, naar de receptie. Kijk hoe het daar is. Het is wel een mooie zonsondergang. Maar wat ik net al zei, het is wel frisjes. Ik denk dat het een graad of 17, 16 is. Geen idee. Oh, er staan hier ook nog wat broodjesservice. Dat schiet me zo eens te binnen. Dus morgen vroeg kan ik hier gewoon wat broodjes weghalen. Ik weet niet of ze beleg hebben. Maar goed, beleg heb ik zelf. Nou, een receptiegebouw. Goedenavond. Moin. Nou, dit is dus de plek waar ik ben. Huis Familie Campingplaats Forellensee, wat ik net al zei. Café. Oh, zo ziet de camping er allemaal uit van boven. Nou goed. Bisschen, wie nennt man das in Deutschland? Reclame machen? Werbung machen, ja. Immer gut, toch? Werbung ist immer gut. Ja. Immer schön. Ja. Eine gute Werbung abgeben ist auch immer schön. Ja. Ja. Ach ja, ich möchte gerne ein bisschen YouTube-Filme machen von Motorfahren und Umgebung und... Wir brauchen uns nicht verstecken, können Sie gerne machen. Also alles ja. Okay. Also muss ich ja nichts irgendwie verstecken. Nee. Schon okay so. Aber manchmal nicht alle Leute mögen das, hä? Ja, das ist ja im Grunde Werbung und ich muss mich nicht verstecken und. Nee, aber es sind einige Leute, die sind da etwas vorsichtig mit, die haben so ich schon von. Ja, also, ja, wenn es richtig mit Film und Fernsehen, da würde ich auch ein bisschen gucken erstmal oder so, ja, aber so jetzt kleine, ich hatte auch welche, die jetzt so ein Vorzelt aufgebaut haben. Ja, die haben das dann auch so ein bisschen gemacht und ich sage, ja, du, die können ja machen, sag ich. Ja. Haben wir irgendwie 3 Wochenenden immer mit einem anderen Anbauvorzelt für seinen Pulli und hat das dann irgendwie aufgenommen und hat das dann irgendwo rein für irgendwelche Firmen denn und ja. So. Und hat natürlich den Platz da auch so ein bisschen. Ist alles gut. Ja, ist alles das gut. Kann ja. Ich ja nur von gewinnen. Wenn das irgendjemand sieht, auf ein schöner Platz, da kommt vielleicht auch immer hierher. Das ist ja das. Ah ja, das habe ich auch. Das mache ich auch. Ich mache immer ein bisschen Werbung für spezielle Orte, wo ich bin. Und naja, so ein Platz wie dieser ist ein schöner Platz, schöner Sanitär. Ja, wunderbar.
Schöne Runde. Badesee, wenn das Wetter ja, schön ist. Ja, muss ein bisschen warmer werden, aber. Ja, das ist frisch, das klingt auch. Ja, das ist so die letzten Monate traurig. Mai war schon richtig gut, Ende Mai. Und dann wird es wieder so kalt. Ja, bei uns in den Niederlanden auch. Weil Ende Mai war es schon richtig. Da war auch schon ein bisschen Badebetrieb und so. Das ja, war es noch warm. Und einmal wieder. Ja, war ja. Viel Regen, ja. Kalt. Ja. Ja. Jetzt nächste Woche soll das richtig ein bisschen bergauf gehen. Ja, das habe ich gelesen, ja. Ach, und da war der Eigenaar, of tenminste de camping-eigenaar. Ik weet niet of het eigenaar is, maar ja, is wel leuk. Vanmiddag ook wel leuk meegesproken, nu alweer. Brr, het is inderdaad frisjes. Hoor, ik loop weer naar de tent. En dan ga ik lekker weer even zitten. Een biertje pakken. Het was trouwens, aangezien Duitsland vanavond moest voetballen voor de EK, dan was het relatief rustig hier met het lawaai. Ondanks dat Duitsland had gewonnen. Kom, Mereltje. Nou goed, de Red Vers tent staat hier. In de motor. Goed. Dus voor vandaag is het eerst maar even weer genoeg. Ik sluit nu af en dan zal ik zeggen tot morgen. Hoi.